De Bijbel is gebaseerd op de feitelijke geschiedenis van de Joden en Jezus, aspectoptiek, maar verwoord vanuit een Hebreeuwse vertelcultuur, uiteindelijkheidsoptiek. Ja, de balans tussen aspectoptiek en uiteindelijkheidsoptiek zegt eigenlijk dat je moet leren lezen. Leer te verstaan binnen welke optiek iets geschreven of gezegd is, voordat je ermee aan de haal gaat. En dan vol overtuiging zegt dat het allemaal onzin is of allemaal feitelijk waar. Het heeft met taalspel te maken. Jezus van Nazareth wordt door sommige mensen gezien als de stichter van het christendom, maar hij wilde geen nieuwe wereldreligie stichten. Jezus wilde alleen maar zijn eigen geloof, het jodendom, zuiveren. Jezus was de oudste zoon van Jozef en Maria, geboren tussen 7 en 4 voor Christus. Tijdens de regeerperiode van Herodes de Grote. Zoals zo vaak bij religiestichters wordt ook zijn geboorte aangekondigd met een wonderbaarlijk verhaal, het kerstverhaal. Mogelijk had Jezus 4 broers, Jacobus, Jozef, Judas en Simon en enige zusters. Zijn ouders leefden in het stadje Nazareth in Galilea. Daar heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Waarschijnlijk is hij daar ook geboren, hoewel Matthäus en Lucas hem uit Bethlehem laten stammen, om het profetenwoord, dat de Messias, de Christus in Bethlehem geboren zou worden, in vervulling te laten gaan. Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen de historische Jezus van Nazareth en de levensbeschouwelijk verkondigde Jezus Christus. Klopt, daar hebben we toch ook een raadsel over? Jezus van Nazareth is geboren in Nazareth. Jezus Christus is geboren in Bethlehem. De geboortekerk van Jezus staat in Jeruzalem. Hoe kan dit? Want we hebben het over één en dezelfde persoon. Een engel verschijnt. Hij zal Maria een boodschap van God gaan brengen. Maria, je zult een kind van God krijgen en je zult hem Jezus, de Verlosser, noemen. Maria vertelt het goede nieuws aan haar nicht Elisabeth, die ook een kindje krijgt. Maria vertelt ook aan Jozef dat ze in verwachting is en een kind van God krijgt. Jozef hoort in een droom dat God het zo bedoeld heeft en dat het goed is. Maria is al lang zwanger. Het kindje zal nu snel komen, maar dan komt het vervelende nieuws. Keizer Augustus wil alle Joden laten tellen. Jozef en Maria moeten op reis naar Bethlehem, de stad waar ze allebei geboren zijn. Jozef en Maria zijn al een eind op weg, maar de reis is erg zwaar en Maria is moe. In het oosten is een heldere ster aan de hemel verschenen. 3 wijze koningen gaan op weg om de nieuwe koning te zoeken, die de verlosser zal zijn voor alle mensen. Jozef en Maria zijn eindelijk in Bethlehem aangekomen. Nu nog een slaapplaats zoeken, maar dat is niet erg gemakkelijk. De heldere ster is ook boven Bethlehem blijven staan. Het wordt vast een bijzondere nacht. In geen enkele herberg kunnen Jozef en Maria een slaapplaats vinden. Alles is vol. Waar moeten ze nu slapen? Het kindje komt bijna. We hebben alleen nog maar een stal, waar jullie de nacht kunnen doorbrengen. Het is niet veel, maar dan hoeven jullie niet buiten te slapen. Het is warm en droog in de stal, en de andere dieren geven nog wat extra warmte. Dat maakt het nog een beetje gezellig ook.
De engelen brengen een blijde boodschap. Een nieuwe koning is geboren. De verlosser voor alle mensen. Een engel zegt tegen de herders, ga naar Bethlehem. Daar is de nieuwe koning geboren. Jullie zullen hem vinden in een stal. Hij ligt in een voerbak van de dieren. De herders vinden het kindje Jezus in de stal. Ze zijn trots dat zij, arme herders, als eerste bij de nieuwe koning mochten zijn. De herders brachten natuurlijk al hun schapen mee. Ook die waren nieuwsgierig naar het lieve, kleine kindje dat lag te slapen in de kribbe. De drie koningen komen op kamelen aan bij de stal in Bethlehem. Ze zoeken de nieuwe koning, want ze willen hem gaan begroeten. Caspar, Melchior en Balthazar. Dat waren de namen van de drie koningen. Ze brachten goud, wierook en mirre als geschenken mee. We vieren de geboorte van Jezus op 25 december met Kerstmis. De Germanen vierden van oudsher het lichtfeest. Ze noemden het Joelfeest. Het is zowel een vruchtbaarheidsfeest als een dodenfeest. Veel gebruiken uit die tijd zijn nog bewaard gebleven. Het Joelfeest was eigenlijk een nieuwjaarsfeest. Het werd gevierd van 25 december tot en met 6 januari. Het was een feest ter ere van de zonnegod Vrij. Het was de god die steeds weer de natuur liet bloeien. Daarom verlangen de mensen in de donkerste tijd van het jaar naar Vrij, naar de zon. De winter, de dood, wordt overwonnen. Alles zal weer bloeien. Daarom was een voorname plaats ingeruimd voor de altijd groene boom. De dennenboom. Alles zou weer groen worden, net als de dennenboom. Om de mensen daaraan te herinneren, versieren men de huizen met dennetakken. Het gebruik van de kerstboom is vanuit Duitsland rond 1850 in Nederland overgenomen. Sommige christelijke kerken veroordeelden het gebruik, andere hadden er niet de minste moeite mee. Om ruimbaan te maken voor de zon, moesten alle boze geesten worden weggejaagd. Daarom maakten de Germanen in deze kritieke tijd van het jaar veel lawaai. Ze bliezen op horens en in latere tijd luiden ze klokken. Om de goden gunstig te stemmen bracht men offers. Dezelfde gebruiken kennen we nu nog. Met oudjaar wordt vuurwerk afgestoken, de kersttol gaat waarschijnlijk terug op het offerbrood van het Germaanse zonnewendefeest. Sandra, kun jij uitleggen waarom wij de geboorte, het kerstfeest, op 25 december vieren? Rond dit jaar 200 van onze jaartelling doet bij de Romeinen de verering van Mithras, de Sol Invictus, zijn invloed gelden. Mithras was voor de Romeinen de god van de zon en daardoor ook van de vruchtbaarheid. De geboortedag van deze god werd gevierd op 25 december, midden in de donkerste tijd van het jaar. Dan kwam de zon het nieuwe leven weer brengen. Prima Sandra. Het christelijke kerstfeest werd in de 4e eeuw bekend in het Westen en is waarschijnlijk ontstaan als kerstening van het Romeinse feest van Mithras, dat op de winterzonnewende werd gevierd. Vandaar ook dat het lichtthema een grote plaats inneemt. Voor keizer Constantijn was niet Mithras, Sol Invictus, de god die het licht bracht, maar Jezus Christus. Jezus was voor hem het licht. De christenen vierden rond 336 te Rome voor het eerst het kerstfeest. De datum 25 december werd uitgekozen voor het geboortefeest van Jezus. In de Bijbel wordt Jezus het licht van de wereld genoemd. De Germanen en de Romeinen vierden dan toch al het lichtfeest. De christenen wilden hiermee getuigen dat Jezus voor hen het ware licht van de wereld is. En hoe zit dat dan met het kerststalletje? Het kerstkribbeltje is in 1223 ingevoerd door Franciscus van Assisi. Roermond had al in 1370 en Utrecht in 1489 een kerststal in de kerk. En uit de kerken verspreidde het gebruik zich in de gezinnen. In het geboorteverhaal van Jezus volgens Lucas staat overigens niets over een os en een ezel. De os en de ezel zijn bij de kerstclub gekomen omdat er in het Oude Testament bij profeet Jesaja 1,3 staat. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester, maar Israël weet niets. Mijn volk heeft geen begrip.
reeds jong schijnt Jezus zich te hebben beziggehouden met religieuze zaken en schijnt hij een grondige kennis te hebben verworven van de geschriften van de Tenach. Ook al is de vertelling over de 12-jarige Jezus in de tempel misschien niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid, toch bevat zij in poëtische vorm een element van waarheid. Daar veel Joden in die tijd vervuld waren van de gedachte dat de wereld spoedig zou vergaan, ligt het voor de hand dat Jezus een belangstelling koesterde voor deze ideeën. Toen Johannes, de zoon van Zacharia, bij de Jordaan verscheen en het spoedige, dreigende oordeel van God profetisch aankondigde, trok ook Jezus naar hem toe. Al weten we niets over het concrete feit hoe Jezus met Johannes in contact is gekomen, feit is dat Jezus, doop door Johannes de Doper, het eerste belangrijke historische aanknopingspunt is dat we over de persoon Jezus hebben. Volgens Lucas was Jezus ongeveer 30 jaar toen hij in het openbaar ging optreden. Zijn openbare optreden schijnt slechts 1 jaar, of iets langer te hebben geduurd. Een verbazingwekkend korte tijd, gezien de diepgaande gevolgen die het gehad heeft. In deze periode trok Jezus met zijn leerlingen en volgelingen door Galilea. In tegenstelling tot de onheilsvoorspelling van Johannes de Doper, had Jezus een veel positiever verhaal. De boodschap van Jezus was een evangelie, een goed bericht, een blijde boodschap. Gods heerschappij is nabijgekomen, zo luidt de kern van Jezus' boodschap. Jezus' optreden moet een diepe indruk hebben achtergelaten. Het contact met hem deed sommigen besluiten hem direct te volgen met achterlating van eigen bezittingen. Hij zei, ik zal u vissers van mensen maken. Waarom Jezus zijn rondtrekkend bestaan in Galilea opgaf om naar Jeruzalem te gaan, is, historisch gezien, vol vragen. Volgens de Bijbelse overlevering zou hij argwanend hebben gestaan tegenover het succes dat zijn persoonlijke optreden kende, in contrast met de geringe mate waarin de inhoud van zijn verkondiging door de toehoorders begrepen werd. Het zou echter naïef zijn om te denken dat Jezus, die immers op de hoogte moet zijn geweest van de moord op Johannes de Doper door Herodes, geen verband zou hebben gelegd tussen het optreden van Johannes en zijn eigen optreden. Uit de moord op Johannes de Doper wist hij dat het zwaard van Herodes ook hem boven het hoofd hing. Hoe het ook zij, Jezus' komst naar Jeruzalem, met in zijn gezelschap exeloten, zijn provocerende uitspraken over de functie van de tempel, en zijn voorspelling dat de tempel zou worden verwoest, hadden kwaad bloed gezet bij verschillende Joodse groeperingen. Zijn leer over de komst van het Koninkrijk van God kwam ook de Romeinen als provocerend voor. Zij wisten van de opstand in Galilea hoe staatsgevaarlijk dergelijke uitingen konden zijn. Ter gelegenheid van het Joodse paasfeest kwam Jezus naar Jeruzalem. Toen grepen de Joodse autoriteiten de kans hem een proces aangaande godslastering aan te doen. In 2 zittingen van het Sanhedrin blijven allerlei twijfels bestaan over de vraag of Jezus wel veroordeeld kon worden op grond van Deuteronomium 17,12. Wie eigenmachtig optreedt en niet luistert naar de dienstdoende priester of niet luistert naar de rechter, verdient de doodstraf. Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, geeft toestemming Jezus te kruisigen. Terwijl Jezus onder verschrikkelijke pijnen zijn dood tegemoet ging, viel er duisternis over het gehele land. Hoewel in de christelijke levensvisie Jezus opstaan uit de dood, op de derde dag, het kernpunt is, zal men in de Bijbel tevergeefs zoeken naar een verslag van deze opstanding zelf. Wel vinden we bij alle evangelisten het verhaal over de vrouwen die op paasmorgen het graf leeg aantreffen. En ook de verhalen over Jezus' verschijning aan zijn leerlingen.
De verkondiging van de opstanding van Jezus uit de dood is de kern en het fundament van de christelijke levensvisie. Voor miljoenen geldt het als een waarborg dat ook zij zelf door God eens uit de dood verlost zullen worden. Paulus, de eerste en grootste verkondiger van het christendom, vat het als volgt samen: want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkele waarde. 1 Korintiërs 15, 16 / 17. Na alles wat we hebben besproken, nog maar eens het raadsel: Jezus van Nazareth is geboren in Nazareth. Jezus Christus is geboren in Bethlehem. De geboortekerk van Jezus staat in Jeruzalem. Hoe kan dit? Want we hebben het over één en dezelfde persoon.